Say you want this energy. Hoi, leuk dat u kijkt naar Nijmegen in Beweging. Verschillende partijen hebben hun handen ineen geslagen om iedereen in Nijmegen en omstreken in beweging te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een leven lang verantwoord kan bewegen. Met dit programma hopen wij u veilig en vanuit thuis in beweging te brengen. Doet u mee? Goed, we gaan beginnen met de warming-up. Lekker de spieren losmaken. Begin lekker met stappen. Neem je armen goed mee. Pak er een stoel bij als je die nodig hebt. Goed. En we gaan door naar de volgende. We gaan de benen naar de zijkant heffen. Op deze manier. Je kunt je armen meenemen. Die achter wordt voorgedaan in de stoel. Heel goed. Probeer het op je eigen tempo te doen. Nog 3, 2 en 1. Goed. De hak naar de zijkant. En neem je armen daarin mee. Tik. Tik. Goed, doen we nog 10 keer. Oké, nog 3, 2 en goed. Ga staan, zorg dat je stevig staat. Zet je hak naar achter neer en klap. Mocht dit te snel gaan, doe je het een stukje rustiger. 3, 2 en 1. Goed, we gaan de knieën heffen. De knieën zo hoog mogelijk en tik ze met je handen aan. Heel goed, ga door. Nog 5, 3, 2, 1. Goed, we gaan even stappen. En de armen gaan we wegduwen naar voren. En naar je toe. Duw ze zo ver mogelijk naar voren uit. Goed, we gaan cardio oefeningen doen om de hartslag wat omhoog te brengen. We beginnen met zijwaarts. Zijwaarts uit en weer naar binnen. Stappen en jumping jacks. Probeer het op je eigen tempo te doen, mocht het te snel gaan. Oké, en zijwaarts tik en klap. Heel goed, ga lekker door. Klap lekker mee. Goed, we gaan even stevig staan, schuin. We gaan even lekker boksen. Goed vooruit. Probeer het zo snel mogelijk te doen.
Linkerbeen staat voor. Probeer zo snel mogelijk te boksen. Maak je stoten lang dat je ze helemaal uittrekt. Wissel van kant. Rechterbeen voor. Armen voor je. En uitstoten. Goed. Nog 4, 3, 2, 1. Heel goed. En even op tempo wandelen. Lekker dribbelen op de plaats. Probeer lekker mee te doen op het tempo. Heel goed. Vijf, vier, drie, twee, één. Gaan we door naar de volgende oefeningen, de spier- en balansoefeningen. We beginnen met de balans. We stappen op één been, zorg dat je stevig staat. Knie omhoog en tik de knie aan. Weer terug naar beneden. Knie omhoog, tik hem aan. Doen we nog een keer. Tik hem aan. Omhoog. En weer terug. Doe het op je eigen tempo. Doe het nog één keer. En gaan we door naar het andere been. Zorg dat je stevig staat. Omhoog. En tik hem aan. Knie omhoog. Tik hem aan. Knie omhoog. Weer aantikken. Weet je zelf iets moeilijker maken? Hou je de knie wat langer vast. Omhoog. En omlaag. Gaan we weer naar het andere been, maar nu maken we hem ietsje moeilijker. We gaan weer omhoog. Tikken de knie aan. Tikken de kuit aan. En tikken de hak aan. Is het iets lastiger? Tikken de knie aan. Ga je weer naar beneden. Tikken de kuit aan. Naar beneden. En weer de hak. Knie, kuit en de hak. Vind je het iets lastiger? Kan je ook met één hand de stoel vastpakken. Laatste keer. Ga weer naar het andere been. Zorg dat je stevig staat. Knie omhoog. Knie, kuit en de hak. Knie, kuit en de hak. Knie, kuit en de hak. Doe het allemaal op je eigen tempo. Kuit en de hak. Laatste keer. Gaan we door naar de oefeningen voor de armen. Je mag hierbij twee flesjes water gebruiken. We beginnen met de schouders omhoog duwen. Dus omhoog. Je mag hierbij rustig stappen. Bepaal je eigen tempo. Is het iets te lastig, doe je de flesjes weg. Schud de armen even los. Gaan we door naar de volgende. We leggen de armen langs de benen en we duwen ze naar de zijkant omhoog. Je kan ze even vasthouden als je opzij hebt en weer terug naar beneden. Gaat goed. Nog één. Schud de armen weer even rustig los. Gaan we door naar de laatste oefening voor de armen. In plaats van dat we nu recht omhoog gaan, maken we een Y met de armen. Zorg dat je armen goed strekt. Is het iets te lastig, doe je de flesjes weg.
De flesjes mogen weer naar de zijkant toe. Gaan we weer een oefening voor de benen doen. We gaan met dit been gaan we naar achter stappen en er lichtjes doorheen zakken. Zorg dat je rug recht blijft. Bepaal je eigen tempo. Gaan we door naar de andere kant. Zorg dat je goed stilstaat. En we stappen weer schuin naar achter. Beweeg je zittend mee, kun je het voorbeeld hier gebruiken. Eén keer. Gaan we door naar de volgende oefening. We gaan op de tenen stappen. Probeer alleen op de tenen te blijven en niet met je hak de grond te raken. De armen kun je weer goed meenemen. En als het iets lastiger is, kun je ook een stoel erbij pakken voor het evenwicht. Je kan de knieën ook nog wat hoger omhoog. Gaan we door naar de laatste. In plaats van dat we nu stappen, gaan we omhoog op de tenen. We blijven even staan. En we gaan weer terug naar beneden. We gaan weer omhoog. En weer terug naar beneden. Omhoog. Hou het even vast. En weer naar beneden. Omhoog. Goed bezig. Nog twee keer. We gaan omhoog. Omlaag. En de laatste. Gaan we door met de cooling down, de laatste oefeningen. We gaan de hartslag weer omlaag brengen en de spieren rekken. We beginnen met uitstrekken. Maak een kommetje met de handen. Ga voorwaarts omhoog en strek jezelf uit. Probeer jezelf zo lang mogelijk te maken. Laat de armen even los. Zwaai ze eventjes. Doen we hem nog een keer. Een kommetje maken. Voorwaarts, omhoog. Strek jezelf uit. En weer los. Gaan we door met de volgende oefening. We leggen de armen langs de benen en we draaien de schouders naar voren. Probeer alleen de schouders te draaien. En is het lastig, kun je altijd de stoel voor ondersteuning gebruiken. Gaan we zo weer de achterkant opdraaien. Dus in plaats van dat we naar voren draaien, draaien we nu naar achter. Doe het op je eigen tempo. Als de armen even rust nodig hebben, laat je ze even hangen. Eventjes. Laatste keer. Dan gaan we nog een keer strekken, maar nu gaan we in en uit ademen. Dus we ademen in. En we ademen uit. We ademen in via de neus. En ademen uit via de mond. Adem in via de neus. En we ademen uit via de mond. Laatste keer. Adem in. En adem uit. Laat de armen even hangen. Gaan we door met de volgende oefening.
doen de armen omhoog en we gaan de appels uit de boom plukken. Probeer jezelf net iedere keer weer ietsje langer te maken. Laat de armen weer even hangen. En doe hem nog één keer omhoog. En pluk de appels. Let goed op je ademhaling. En dan de laatste oefening. We gaan de nek stretchen. Leg je oor op je schouder. Pak je hand mee. En duw de nek naar je schouder toe. Hou het even vast. En de andere kant. Oor op de schouder. En duw hem op de schouder. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer.